Een lekker biertje, een beetje amok met tegenstander Alwarta, fraaie doelpunten en een 4-0 overwinning. Prima ingrediënten voor een oefenduel in de voorbereiding. De Doetinchemmers hebben titelaspiraties. Ja, dat moeten we zeker ook durven uitspreken. We willen bovenaan meedoen. Ja, altijd gaan voor de hoogste plaats. Hè. Nou, precies, dat hopen we allemaal te zeker dat in gaat zitten. De Graafschap heeft de selectie al zo goed als rond. Ja, we hebben eigenlijk gelijk na de wedstrijd tegen Sparta hier thuis de knop omgezet, hoe vervelend ook. Maar toen wisten we ook waar we gingen spelen. Dus toen hebben we heel snel doorgepakt naar de gewenste as eigenlijk van het elftal. En daar hebben we heel snel op ingezet en die hadden we redelijk snel staan. De grote vraag is alleen of Youssef El Yebli blijft. De uitblinker van vorig seizoen aast op een transfer, maar maakt toch ook weer zijn eerste minuten bij de Graafschap. Er was wel ook wat concrete interesse, alleen ja, dat gaat een beetje moeizaam. Dus nee, ik heb prima naar mijn zin. Als er wat komt, prima. En anders blijven we met liefde hier. Hij is er gewoon weer bij vandaag en we gaan gewoon verder aan wachten of er wat concreets komt. Maar of hij nou blijft of niet, het vertrouwen is groot bij de superboeren. Dat kan hem wel worden. Altijd weer terugkomen.